Dit is Radio 538. Goedenavond. Ja, jullie bijten het spits af. Want voor het eerst in onze carrière van 9 maanden gaan we dit doen. We zijn ooit begonnen met comedy natuurlijk met Ruud Smulders. Die heeft dat gewonnen. De comedy maand, ja. De comedy maand. En die heeft natuurlijk een prachtige prijs gewonnen. Komen we zo meteen over te praten. Maar laten we eerst de heren nog eens even voorstellen van links naar rechts. Is goed, ja. Mijn naam is André Pronk. André Pronk, ja. Wie kent hem niet, hè? Ja. Dan gaan we naar de meneer uit Den Haag. Goedenavond. Hoi, goedenavond. En tot slot hebben wij daar die hele bekende meneer staan, die wij nog kennen, van Paul de Leeuw. Ja, en dus, ik heb ooit... Kun je even in de microfoon kruipen, de mensen kunnen je goed horen. Trek hem maar even naar je toe, hoor. Doet geen zeer. Ja, en je mond bij het spruitstuk. Ja. Hoppa. Ik heb ooit moppetoppers gewonnen bij Ron Brandsteen. Iets na ene gaan we alle drie de moppetoppers aan het woord laten. En jij als luisteraar, als een van de miljarden luisteraars van de show, zal nou moet goed opletten, want jij beslist uiteindelijk wie de leukste was van de liedje. Ja, dus applaus voor Harry Engels. Yes. Ga je gang. Hartelijk dank. Ja, en ik moet het jullie even vertellen. Want dat heb ik vanmorgen op internet gelezen. Ze hebben in Amerika... Ja. Een vrouw van 78 jaar nog zwanger weten te krijgen. Is het mogelijk? Ja, en die vrouw is van de week bevallen van een gezonde zoon. Nou. Maar die vrouw die heeft een zuster van 82... Ja. En die komt bij de thuis op kraamvisite. Logisch. En ze zegt, het is een wonder. De radio, de televisie, de kranten, iedereen heeft het over je zoon. Laat me je zoon zien. Toen zegt ze, even wachten, even rustig. Toen zegt die zuster, even wachten, even rustig. Ze zegt, ik heb 2 uur in de trein gezeten... en 20 minuten in de bus om naar je zoon te komen kijken. Laat me je zoon zien. Toen zegt ze, laten we even wachten totdat hij huilt. Toen zegt die zuster, waarom moet ik wachten totdat hij huilt? Ja, zegt ze, ik weet niet meer waar ik hem neer heb gelegd. Hoe vind je hem? André, ga je gang, jongen. Nou, om te beginnen heb ik een paar leuke ouwe. Maar dan moet ik... Oh, dan herken hem vanzelf. Goed. Er komt een vrouw bij de dokters. Ze zegt, dokter, ik plas iedere keer aan de binnenkant van mijn been. Oh. Dokter zegt, dat kan niet. Hij gaat kijken. Hij zegt, nou mevrouw, ik zie het al hoor. Wat zegt ze? U heeft een hazellip. Oké. Het volgende. Weet jij nou de overeenkomst tussen koorden... Gordon, ja. En een pakiet. Gordon en een pakiet. Nou, geen idee. Allebei zaad in de mond en stront aan de stoel. Oh, dat is toch niet toch. In de studio uit Den Haag, Bert Kleinweg, mensen. Yeah. Goedenavond, Bert. Hallo. Moet jij niet even een koptelefoontje opzetten? Ja, laat me maar doen. Doe maar even lekker, want anders dan zo. Kun je het allemaal goed horen? Hoor je mij nu? Ja, super. Ja, toch? Dat je staat op de goede frequentie, jongen. Ja, ik geloof het wel. Ja, ja, dat is goed zo. Nou, jij ook. Een volle 3 minuten. Oké. Okay. Heb je er zin in? Altijd. Oké, daar gaan we. Ga je gang. Nou, er is een Marokkaans stelletje. Die hebben pas een nieuw huis gekregen. Oh. En die Marokkaan man, het is een beetje aan het klussen. En die staat met zijn harsjes in de afzuigkap. Mm-hmm. En er komt een pijpje tekort. Dus hij zegt tegen zijn vrouw... Fatima, ga jij even naar Doe-het-zelf-winkel om een pijpje te halen. Dus Fatima rent de gamma binnen. En zijn eerste beste verkoper zegt ze... Meneer, ik pijpen voor afzuigkap. Zegt hij, ik neuk je nog niet voor een fluitketel. De nummer 3 heeft 13,7% van de stemmen binnengekregen. Oh, dat is best nog heel wat. En dat is... André Pronk. André Pronk. Ja, toch een applaus, hoor. Applaus, André Pronk. De derde plaats. De nummer 1 gaan we dan doen natuurlijk. En dan is het ook gelijk duidelijk wie de nummer 2 is. De nummer 2 die heeft 35,4% van de stemmen. En zo. De nummer 1, meer dan de helft, 50,9%. En de grote winnaar van onze moppen battle is geworden... Harry! Dit is Radio 538.